We zijn nu bezig met het uitspoelen en echt, oh my god, ik weet niet wat er met deze verf is gebeurd, maar haar haar is serieus rood. Allemaal oranje plukken in haar haar, een rode gloed, echt. Maar je weet gewoon op het moment dat je gaat filmen, dat die mensen naar je toe komen en ik vind dat echt, ik vind dat een beetje eng of zo. Ik weet niet. Zij komen net terug van een lashlifting, want dat hebben ze laten doen voor vakantie. Laat even jullie hier. Ze allebei close de camera gaan binnen 1 seconde. Het is aan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben op dit moment in Walibi met Roos. En Roos. Roos. En Fleur. En Fleur. Hoi Fleur. Fleur houdt niet zo van vloggen. Ze is daar een beetje op tegen. Nee. Nee. Grapje. Maar goed, we zijn dus in Walibi. En in welke attractie gaan we nu, Roos? Speed of Sound. En het is echt heel chill, want het is... Het was 9:15, dus het is best wel rustig en heel veel van die schoolklassen en zo. We waren hier ook gewoon al 9:50. We waren hier een uur en echt 10 minuten zo te vroeg, waren gewoon veel te vroeg weer. Maar ja, we hebben het overleven, we zijn nu binnen, we gaan lekker genieten. We zijn in de Express geweest trouwens al. En in de Lost Crafty, toch? Lost Crafty, ja. Love it. Nou, we gaan jullie vandaag lekker meenemen. We staan nu bij de vrije val en Roos twijfelt of ze erin wil gaan. Ja. Bo en Fleur, die zijn... Daar kan je inzoomen. Daar. En die gaan er wel in. Dus dat gaan we even voor jullie filmen. En dan zien jullie dat straks. Hoi! Nou, succes ermee, ja? Ik zweer jou, jij had dit geduld. Nee, kijk, het was wat te doen. Nee. Maar het was heel raar. Maar goed, we gaan nu lekker eten. Kassen en Mia zo'n middel met de groen. Oké, we hebben net gegeten. We zijn in attracties geweest. En Roos Jansen die liep even naar binnen en die moest al pakken. Maar toen zijn wij achter een muur gaan staan. En ze is echt zo ver doorgelopen. En ze gaf echt nul fuck, want zij wist niet waar wij waren. En ze is ons nu aan het bellen. Oh my god, ik ga stuk. Maar goed, we zijn dus nog steeds in Walibi. We zijn in een paar attracties geweest. We hebben wat gegeten, wat drinken gehaald. En daar is de... Ik heb een vraaglijst graag de volgende keer 50% korting op mijn Walibi kaartje. Ik ga stuk, weet je, wij staan daar. Ik wist al, en ik ga sowieso me iets flikkeren. En het boeit... Ja, maar je was ook echt heel lang weg. Ja, ik heb een vraaglijst En jij komt echt zo... En ik heb nooit iemand met zo weinig attitude, gewoon echt zo van... I don't care. Gewoon door zien lopen. Ja. En ook echt ver. Ik dacht, nou, ze zijn vast wel hier ergens of zo. Maar ik stress hem niet. Ik dacht, nou, kom zo maar terug. Maar goed, naar welke attractie gaan we nu? Naar de waterbaan. Let's go! Loek, wie we gespot hebben. Hallo. Kijk, ga stuk. Bouw je er niet als eerste in? Wij zien dat ding van Walibi lopen. En Roos zegt film. Is leuk voor je video. Maar je weet gewoon op het moment dat je gaat filmen, dat die mensen naar je toe komen. En ik vind dat echt, ik vind dat een beetje eng of zo. Ik weet niet. Ik ben daar niet zo van mensen in pakken en zo. Nee, toevallig niet. Jij wel? Ja, nou, ik vind het wel te hebben. Ja? Ja, mag wel. Ik denk dat ik later een mascot word. Ook leuk. Heel erg koud. Een stuk later en Roos, waar hebben wij net heel veel gat aan uitgegeven? Die kermis. Nou ja, ik ga... Oh, dit is nat, gasten. En wij waren dus net op die kermis, in ieder geval het kermisgedeelte hier, waar je van die spellen, terwijl je dingen kan winnen. Ja. En ze hadden iets met een bal in het ding gooien. Ik kan daar echt niet... Oh my god, mijn hele witte broek. Ik kan daar niet tegen. Dat ze dat zeg maar... Ik denk van, oh, dat is heel makkelijk. En ik heb iets van 7 euro verpest of zo daar, want ik heb niks gewonnen. En Roos? Wel, ik heb dus 6 euro verpest. En ik ging eentjes vangen. En er stond een punt zeg maar op de onderkant. Nou, ik had 3 eentjes met 1 punt. Dus nu heb ik zo'n ding. Great. Nou, het was echt geld waard. Het is inmiddels 5 uur. Gaan ze even kijken hoe de bussen zo terug zijn. Want we zijn hier vanochtend gekomen met de auto. Maar niemand kan ons ophalen. Dus we moeten met de bus, trein... De snelbus, trein terug. Dat is echt een drama. Normaal gesproken is het denk ik 40 minuten rijden. En nu is het oprecht gewoon 1 uur en 45 minuten reizen. Een groot drama, we gaan lekker kijken hoe het loopt, hè? Ja. We zijn inmiddels weer terug van Walibi en we hebben de hele reis overleefd.
Zoals je ziet heb ik ook lekker veel moeite moeten doen, want mijn hele make-up. Het zit echt aan het einde van de dag, omdat wij echt zo vroeg weggingen. Zit het echt over mijn hele gezicht heen, mijn hele mascara is uitgelopen, alles. Maar dat komt toen wij van Walibi terugkwamen, hebben we echt heel lang brozen zo even lekker op de bank gelegen. Hebben allemaal hapjes gemaakt, avondeten, omdat we best veel gehad al in Walibi. Dus verder dat allemaal, gezellige avond. Roos en ik zijn teruggefietst. En nu gaan we lekker slapen, want ik ben echt back af. Ik ben blij dat ik morgen niet zoveel te planning heb. Dus voor nu lekker slapen en ik spreek jullie morgen weer. Slaap lekker, doei doei. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En het is nog best wel vroeg, het is 10:30 ochtend. Ik heb even net gedoucht, aangekleed. En toen kwam de postbezorger langs. Want ik heb echt een vet leuk pakket van Benefit gekregen. Benefit is een make-up merk voor heel veel mensen die het niet kennen. Ik gebruik dat eigenlijk altijd. Ik heb de bronzer ervan. Ik gebruik dit voor mijn wenkbrauwen, mascara gebruik ervan. En het is zo'n chill merk. Dus ik vind het echt heel erg leuk dat ik hier heel veel dingen van opgestuurd heb gekregen. Nu mag ik binnenkort ook een hele leuke winactie doen op mijn Instagram. Dus hou die even in de gaten, mijn Instagram. Ik zal het even in de beschrijving zetten. Want wil je dan zo'n wenkbrauwset winnen of wil je überhaupt iets van Benefit winnen? Dan kan dat. Dus hou even mijn Instagram in de gaten. Ik kom net weer terug van de stad. En ik was even met Milou naar de stad geweest. Yes. Want wij gingen wat dingen halen voor de vakantie straks. Want wij gaan weer op vakantie en we gaan naar Sofia en Isabella zo toe. Voor de mensen die mijn oude vlogs hebben bekeken, die weten wel wie dat zijn. En we hebben echt heel veel cadeautjes gehaald. Want we willen eigenlijk elke dag een klein cadeautje geven. Dus we zijn even de stad in geweest. En kijk, hoeveel cadeautjes. Echt superveel. Heel erg leuk. Ik hoop trouwens dat Donna deze vlog niet kijkt. Maar goed, mocht Donna deze vlog kijken... Stil even. Maar ik ga zo meteen nog even verder. Ik doe even de vlog uit die vandaag online komt. Ik ga wat lekkers eten. En dan moet ik nog even wat dingen uitwerken voor de vakantie natuurlijk. Omdat ik heel veel video's vooruit moet maken. Ik kom dus net thuis aan. Ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen net van Goods Gusto. Goods & Gusto. Ik weet niet of jullie het kennen. Maar ze hebben echt hele leuke kleding. En ze verpakken alles altijd zo mooi met stickertjes, persoonlijke berichtjes. En ik heb er nu ook eentje, een heel leuk kaartje met een lief berichtje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar het allerleukste zijn nog deze mooie items. Ik heb drie dingetjes gekregen. Een rokje met van die gouden printjes, vind ik heel vet. Dan heb ik in datzelfde printje, want echt, ik vind het echt een leuke print. Heb ik een maxi dress uitgekozen. Dus volgens mij is die maxi, ik weet het niet. Ik ga ze even testen, even aandoen. En ik heb een heel leuk wit jurkje met, oh, ik wist niet dat er pomponnetjes zaten. Met van die leuke witte pomponnetjes. Helemaal wit jurkje. En ik kan die heel leuk dragen met een riem. Dus ik ga even al deze items passen. En dan zal ik het jullie even laten zien. Ik heb het eerste item even aangedaan. En ik vind deze zo schattig. Ik had hem een maatje groter gedaan. Omdat ik zoiets had van... Nou, je had SM en je had ML. En eigenlijk doe ik altijd SM dan. Maar ik had zoiets van... Misschien is het leuk om wat oversized te doen. En dan kan ik deze riem eromheen dragen. Nu is dat niet zo mooi, vind ik zelf, met die riem. Maar ik vind het wel een heel schattig jurkje. Als je het gewoon lekker draagt op het strand. En dan met je bikini of zo eronder. Heel handig voor als je dan even gaat eten of zo. Dus dit is het eerste item. Ik ga hem denk ik nog wel dragen met een riempje als ik het zo kijk. Maar ik vind hem in ieder geval heel leuk. En deze is zeker geslaagd. Ik heb het tweede jurkje aan. En dit is dus de maxi dress die ik net vertelde. En ik vind hem heel tof. Hij is best wel lang. Maar ik vind dat dus heel erg leuk voor als je een strandavond hebt. Dus lekker uit eten gaat. En het is dan ook een heel leuk printje. Het is een beetje zo'n goudwit. En dat hebben ze dus in allemaal kleurtjes. En ik vind dat heel vet. Maar hij is zo. En dan heb je hem zo ook aan de achterkant. En ik vind het dus echt heel leuk als je bijvoorbeeld op het strand bent. Of even wat netjes aan moet met eten. Maar goed, dit jurkje dus helemaal leuk. Als laatste hebben we dit leuke rokje. En dit is weer datzelfde printje als we net hadden. Alleen dan nu met rood-oranje. En echt, ik vind het een heel leuk rokje. Wat ik nu op aan heb, vind ik niet mooi. Maar ik had gewoon even snel een hemdje gepakt, zodat ik hem kon laten zien. Maar het is dus echt zo'n leuk zomers rokje die heel erg luchtig zit. Lekker cool is, niet zo'n vies warm stofje. Dus echt een toppertje voor straks op vakantie. Dit waren dus alle items voor Goods & Gusto. En ik krijg er niet betaald voor of zo. Ik krijg gewoon de items opgestuurd. En ik kan er dan zelf voor kiezen om dat even aan jullie te laten zien. Ik vind dat zelf altijd leuk om te zien in vlogs. Dus vandaar dat ik jullie ook gewoon lekker meeneem als ik pakketjes ontvang en ik het even ga passen. Mocht je een van de items leuk vinden, ik zal even de linkjes in de beschrijving zetten. Zodat je ze zelf ook kan bestellen. Ze hebben ook alles in andere kleurtjes. Dus dan kan je altijd even kijken of er wat leuks voor jou tussen zit voor de zomer. Ik ga nu even naar boven en dan ga ik aan het werk met mijn planning en wat andere dingetjes. Het is een stuk later, we hebben gegeten. Ik heb even mijn dingetjes afgemaakt wat ik moest doen. En Milou en ik hadden heel veel zin om te bakken, dus we gaan nu even wat bakken.
We gaan best wel iets makkelijks doen hoor. We gaan een boerencake maken, omdat we aan mijn vader, want die vindt dat heel erg lekker. En zagen we dit. En dit wouden we dus heel graag proberen, want wij vinden dit soort dingen meestal heel erg lekker. Het is namelijk een kwarkcake. Dus ik ben heel benieuwd wie de eerste. Hij is nieuw. En die gaan we even maken. Maar wat we ook hadden meegenomen, is dit. Appeltaart roomyoghurt. En het is echt heel lekker. Het smaakt echt naar van die winter vla of zo. Alleen ik vind vla niet lekker, maar dit vind ik wel heel lekker. Want het is met kaneel, appel, een soort van deeg of zo. Het is echt heel lekker. Dus dat moet je echt proberen als je dat lekker vindt. En voor de rest, ja, we gaan even lekker die kwarkcake maken. En die boerencake. En dan heb ik straks om 8 uur nog een Skype meeting. Dus het is nu 7 uur. We gaan het even snel maken in de oven knallen. En dan lekker even skypen. Skype meeting zit er inmiddels op. En we hebben ook echt hele lekkere cakes gebakken. De kwarkcake was niet... Ja, ik heb een heel klein stukje gehad hoor. Maar was niet heel geweldig. Ik had het even beter verwacht. Want ik heb ooit een keer zoiets gehad met yoghurt erin. En dat was echt heel lekker. Nu was dit wat droger of zo. Ik vond het niet heel geweldig. Maar ik zal morgen wel even wat beter proeven. Want ik heb echt maar een heel klein stukje gehad. Dus laat ik jullie wel even weten. Ik laat ze jullie ook nog even zien. Ik ben net even in bad geweest lekker. En ik ga nu slapen. Dus slaap lekker allemaal. En tot morgen. Hallo allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik sta op het punt om zo meteen even wat fotootjes te maken. Voor mijn allereerste closet sale vanavond op Instagram. Een closet sale is eigenlijk hetzelfde als United Wardrobe, waar ik wel eerder mijn kleren verkocht heb. Alleen is dit dan echt puur vanuit mijzelf. En gewoon meer om jullie iets leuks cadeau te doen, zeg maar. Nou ja, je moet er natuurlijk wel voor betalen voor de kleding. Maar meer, ik heb zoveel kleding die ik opgestuurd krijg. En die ik vervolgens niet draag, niet pas of iets dergelijks. En die kleren zijn gewoon eigenlijk helemaal gloednieuw. Ik heb misschien hooguit 1 keer aangehad. En dat is het eigenlijk ook. Dus ik vind het al heel zonde om dat in mijn kast te laten hangen. Terwijl ik misschien iemand van jullie daar heel blij mee kan maken voor een klein prijsje. Want ik doe het echt voor super weinig weg. Bijvoorbeeld kledingstukken van 80 euro. Die verkoop ik voor ja, 20 euro of zo. Weet je. Ik doe echt gewoon lekkere lage prijsjes om iedereen er blij mee te maken. Dus deze closet sale vanavond al. Dus mochten jullie deze vlog zien, dan is die al geweest. Maar ik zal mijn Instagram in de beschrijving zetten. @bopopman. En dan kan je even die gaan volgen. En dan ben je misschien de volgende keer ook aanwezig bij de volgende closet sale. Ik ga even de foto's maken. Dan ga ik alles editen. En ik ben heel benieuwd hoe iedereen erop gaat reageren. Of het een beetje gaat lopen of niet. We gaan het gewoon zien. Ik ga het lekker uitproberen. Ik heb inmiddels alle foto's voor de closet sale gemaakt. En het is ook al live gegaan. En echt alles is uitverkocht op 2 producten na. Maar helemaal top dus. Ik ga het volgende week denk ik nog een keertje doen. Want er was heel veel vraag naar. Check even mijn Instagram als je de volgende keer ook mee wilt doen. Nu ben ik hier met echt een paar debielen, jongens. Echt. Maar het was dus zo. Ze komen net terug van een lashlifting. Want dat hebben ze laten doen voor vakantie. Laat even jullie... ze allebei close to de camera gaan binnen 1 seconde. Maar hun... Het wordt nog mooi. Het wordt nog mooi. Hun wimpers mogen dus nu niet nat worden. Omdat dat is heel slecht. Dat mag 24 uur lang niet. Dus ze kwamen hierheen voor de regen. En nu gaan we naar de McDonald's toe wat lekker eten. Want we hebben healthy allemaal... healthy lifestyle voor de vakantie. We hebben allemaal soepje gehad vanavond. En iedereen heeft allemaal weer zoiets van... Nou, summer body ready. We gaan even wat anders eten. Ja, summer bodies die zijn er niet gekomen dit jaar. Dus wij gaan even naar de Mac toe. Dus let's go! Hallo allemaal, het is vandaag donderdag. En ik sta nu in de keuken, want ik ben even wat pakketje aan het openmaken. Er zijn ook heel veel leuke pakketjes binnengekomen. Onder andere van jurkjes.com. En I know, in deze vlog heb ik al zoveel pakketjes laten zien. Maar ik ga dus volgende week op vakantie. Dus ik heb met heel veel bedrijven samenwerking voor op vakantie. Zodat ik daar leuke foto's en zo voor hun kan maken. Dus vandaar. Ik heb eerst een rokje gekregen van jurkjes.com. En het is zo'n panterprintje. Alleen dan in het groen. Vond ik heel cute. Of luipaard. Ik weet niet wat het is. We hebben een hemdje. En dit is zo'n haltertop, zeg maar. Dus die zit zo. Heel leuk ook. En dan met van die gouden knoopjes. I like it. Dan hebben we deze. En dit is een jumpsuit. Alleen ik kan hem nu niet zo goed zien. Maar deze zag er heel leuk uit de website. Dus ik dacht, nou, dan kies ik die ook uit. En hier ligt nog een heel tof pakketje. Tenminste, ik heb dit gekregen van hun. En dit is een Zweeds bedrijf. Daarom weet ik ook niet helemaal hoe ik de naam uitspreek. Ik denk Molient. Maar don't judge me als het fout is. Ik heb echt... Hoe denken jullie dat je het uitspreekt? Molient? Molient? Oké, ik ga het gewoon laten zien. Je schrijft het zo, dus ik heb echt geen idee hoe je dit uitspreekt. Maar wat ik dus heb gekregen zijn waxstokjes, waarmee je de wax kan aanbrengen. Ik heb alles trouwens opengemaakt, dus alles ziet er niet meer zo mooi uit. Een waxheater. En daarmee kan je dus de wax echt warm maken.
En ik heb hier allemaal zakjes wax gekregen. En dit is ook weer verschillende soorten, want het zijn allemaal verschillende kleurtjes. Hier ook nog eentje. En dan heb ik ook nog aftercare wipes. En die kan je dan na die tijd eroverheen doen. Dus helemaal top. Helemaal leuk dat ik het heb gekregen. Ik doe hier binnenkort ook een soort van winactie met Instagram. Sowieso komen er heel veel leuke acties op mijn Instagram. Dus volg mijn Instagram nog niet. @popma gaat even checken. Ik heb trouwens net ook alle pakketjes ingepakt voor de closet sale. En die heb ik dus allemaal verstuurd, want alles was verkocht. En ik wil het dan graag zo snel mogelijk versturen, dus vandaar. Ik ga nu even de kleren van jurks.com passen en dan ga ik jullie die even laten zien. Dus eerst heb ik even het halter topje aangedaan. Ik vind deze heel leuk. Ik vind vooral dit erg leuk. Ze hadden hem ook in het zwart. Maar ik had zoiets van, ik vind wit wel heel erg leuk voor in de zomer straks. Als je lekker bruin bent, je hebt een lekker rokje aan. Vond ik deze heel erg leuk. Dus dit is het eerste item. De haltertop even aangelaten. En ik heb nu het nieuwe rokje aangedaan. En ik vind deze zo cute. Ze hadden deze ook in het rood. En dan met roze volgens mij. Maar die was niet meer mijn maat. Dus vandaar dat ik ben gegaan voor de groene. En ik vind die ook heel leuk. En sowieso, ik hou echt van dit soort rokjes op vakantie. Want het is lekker luchtig. Het zit lekker. Het is gewoon elastiek en zo. Dus helemaal blij. Dit is het rokje. En ik heb het laatste item aan. Dit is een playsuit. En ik vind hem heel leuk. Ik had hem al gezien op Instagram. Maar kijk, dit is zo'n seeing through stofje. Maar dit is dan zeg maar wel lekker dik. Dus daar hoef je geen hemdje onderaan. En zo is hij dus vanaf de voorkant. Kan nog een centuurtje omheen. Die ligt daar, maar die heb ik even niet erin gedaan. Maar de achterkant is dus open rug. En ik vind dat echt heel leuk. Ik vind dat gewoon heel leuk voor de zomer. Als je dan mooie bruine rug en zo hebt. Dus dit is het laatste item. Helemaal geslaagd. Dankjewel jurks.com. Het is inmiddels een stuk later. En we zijn vanmiddag even naar de stad geweest. Ik heb ook al gegeten. En dan heb ik dit gehaald. L'Oreal Colorista Balayage. En ik heb dit dus gehaald voor Roos, mijn zusje. Want zij heeft best wel heel donker haar. En we wilden eigenlijk al heel lang zoiets bij haar proberen. En ja, dat gaan we straks even doen, denk ik. We gaan het even indoen. Het moet er naar 28 wasbeurten uitgaan, dus dat is best wel heel erg lang. En haar haar is ongeveer, nou het is nogal bruiner als op dit plaatje hier. Dus ik ben heel benieuwd of het moet gaan werken. Het moet een heel erg highlighting effect geven. Ik kom trouwens net van de fiets, dus ik ben echt heel lekker rood. Maar goed, we gaan het denk ik even erin doen en dan ben ik heel benieuwd hoe het gaat worden. Oké jongens, the moment of truth. We hebben het net in roze haar gedaan. En we hebben dus als eerste van dat spul zo erin gedaan. En we hebben hier dan nog stap 4 in dit soort van shampoo. En dat moet je na die tijd doen. We hebben het aangebracht met zo'n borsteltje. Maar wat dus super, super, super dom is, is... Ik heb geen bijvoorbeeld gemaakt. Dus we weten niet hoe erg het straks gaat verkleuren. Nou, ik denk dat wij het wel heel goed zien hier. Maar voor jullie is het een beetje moeilijk. Want jullie weten natuurlijk niet hoe donkerroze haar was. Alleen ik ga het een beetje proberen. Want kijk... Nee, oké, het was nog wel donkerder als dit. Ik weet niet. Roos had echt wel donker haar. Het was een beetje richting het zwarte. Maar goed, misschien is het wel zo weinig verkleurd dat je gewoon haar eigen haar nog ziet. Ze heeft het nu in trouwens. Ja. Het verkleurt wel echt. We hebben het er nu denk ik 25 minuutjes in of zo. Hoe lang? Ja, volgens mij een half uurtje of zo. En het wordt wel echt... Het is al wel echt lichter, ja. Het is nog steeds... Kijk, je kan hier bovenop weer eens bukken. Je kan hier wel zien dat Roos haar eigen haar wel echt donker is. Nu voelt het trouwens echt heel vies. Touw of zo. Heel touw, alsof je de hele dag in de zee of zo gezwommen hebt. En het zo, ja, een beetje nasty is geworden. Maar goed, we gaan het zo uitspoelen. Ik ben heel benieuwd hoe het heeft gewerkt. Ja, ik hoop wel dat het lichter wordt. Ik ben heel benieuwd in ieder geval. Maar goed, we gaan even wachten. We gaan het wel wat langer inhouden. En dan gaan we het zo zien. Het moment is daar. We gaan de verf uitspoelen. Oké, zo ziet het eruit voordat we het gaan uitspoelen. En als je even wat in het licht gaat staan, Roos, kan je het beter zien, denk ik. Ja, het is echt een beetje... Ja, ik weet niet. Het lijkt op camera trouwens wat geliger. Maar in het echt is het een beetje... Ja, het is wel echt verkleurd hoor. Het is wel echt veranderd. Dus we gaan het denk ik uitspoelen, hè Roosje? Ja. Yeah. Oké, we hebben net Roos haar uitgespoeld en toen de shampoo gebruikt. Maar het rare is, het hoort dus balayage te zijn en het hoort dus blond te worden. Of in ieder geval lichtbruin. Maar het is echt... Het is gewoon oranje hier. Als je het, ik weet niet of je het goed kan zien in het licht. Maar haar haar is dus gewoon oranje. Er zit een rode gloed doorheen. We hebben echt geen idee wat er gebeurd is, want het is oprecht... Gewoon voor bruin haar. En op de achterkant wordt het ook echt bruin. Het wordt niet oranje of rood. Dus ik ben een beetje bang. Ik weet echt niet wat er gebeurd is. Het is oprecht zo raar. Nu is het nu al best wel laat. We gaan zo meteen slapen. En morgenochtend gaan we denk ik gewoon even wassen met normale shampoo. En het dan even feunen, stylen. En dan kijken hoe het daadwerkelijk is de kleur. Want ik ben een beetje bang dat er of een rode gloed in zit. Die zit er denk ik sowieso in.
En heel veel oranje plukken. Want doe je hoofd naar voren. Kijk, je ziet echt, het is echt heel erg. Dus we gaan het morgenochtend even checken hoe het geworden is. En dat kunnen we helaas nu niet meer laten zien, want bij deze ga ik ook deze weekvlog afsluiten. Want het is vandaag donderdag, dus einde van deze weekvlog. Mocht je nou willen weten hoe het haar van Roos is geworden, de kleur, check dan even de volgende weekvlog. En ja, hopelijk dus tot de volgende weekvlog. Ik ben heel benieuwd hoe de kleur morgenochtend is. Echt, let's pray dat het goed is. Bij deze gaan we dus deze weekvlog afsluiten. Vond je hem leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!